Deze PABO-leerlingen van de Iselinge Hogeschool in Doetinchem zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de Science-dag. Op die dag zal de school zo'n 100 basisschoolleerlingen ontvangen die allerlei proefjes kunnen doen en opstellingen kunnen uitproberen. En dit alles in het kader van wat Iselinge de onderzoekende PABO noemt. Een onderzoekende PABO, daar verstaan wij onder dat de student regisseur wordt van zijn eigen onderzoek, zijn leren. Dat onderwijs is eigenlijk één groot geheim. Eigenlijk, niemand weet precies hoe je nou echt onderwijs moet inrichten. En dat moet je zelf ontdekken. En dat betekent dat je dat moet onderzoeken bij jezelf. Waar liggen nou mijn kwaliteiten? Wat vind ik nou mooi? Wat vind ik goed? Wat kan ik goed? En dat leerproces, dat is voor ons eigenlijk de onderzoekende PABO. De studenten motiveren, stimuleren, betrokken maken voor hun eigen leerproces. Die nieuwsgierigheid die moet uiteindelijk leiden tot een kritische houding. En dat de studenten niet zomaar alles aannemen. Maar dat ze zeggen, ja maar Peter, dat zeg je wel. Maar, hoe zit... Nou, en dan is het mooi, want dan gaan ze dus zelf nadenken. En dan gaan ze creatief worden. Ze willen dus een oplossing krijgen voor hun eigen vraag. Of een antwoord op hun eigen vraag krijgen. En dat is heel mooi. Nou, dat moeilijk is. Die was niet helemaal goed, hè? Mijn ervaring is dat de studenten behoefte hebben aan een houvast. Ze willen graag een structuur hebben waar langs ze moeten lopen. De eerste fase is die verwondering, betrokkenheid creëren en vragen stellen. Waarbij je dus aan de hand van een exhibit, een fenomeen, eigenlijk geïnteresseerd raakt, meer wil weten over het onderwerp. Daarna moeten studenten, of de kinderen, de lerenden, moeten gaan nadenken van ja, maar hoe kan ik nou antwoord krijgen op die vragen? Hoe doe ik dat nou? Dus ik moet een onderzoekje doen. Ik moet iets gaan uitproberen. En vanuit dat uitproberen leren ze dus, of krijgen ze antwoord op hun vraag. En dat leidt tot conclusies. En die conclusies, die ga je presenteren. Ik ga laten zien, ik ga vertellen wat ik ontdekt heb. De Science-dag heeft als doel dat studenten een exhibit ontwerpen, een opstelling maken waar kinderen door verwonderd worden, betrokken raken en meer over dat onderwerp willen weten. En het is in wezen, willen we met die Science-dag studenten bewust maken van die eerste 2, 3 stappen van het stappenmodel. Hè? Waarbij dus die nieuwsgierigheid, verwondering en dan betrokkenheid creëren, waardoor kinderen vragen gaan stellen en een onderzoek gaan uitvoeren. Is dit geen van beide? Nee. Nou, gaan we doen. Mag je hier voelen? Het belangrijkste doel van de Science-dag is dat de studenten in wezen beloond worden voor hun denken. Dat ze dus een fenomeen bedacht hebben, een exhibitopstelling gemaakt hebben, waardoor ze gaan ontdekken dat wat ze willen, dus die verwondering, betrokkenheid creëren, dat dat lukt met die opstelling. En dat ze daardoor eigenlijk beloond worden voor hun denken. Dat is de opzet van de Science-dag. En ik gebruik, tussen aanhalingstekens, de kinderen uit de basisschool om die ervaring van de studenten te bewerkstelligen. Binnen de hele opleiding is het de bedoeling dat de studenten die domeinoverstijgende competenties proberen te realiseren bij zichzelf, te ontwikkelen. Dat is een bepaalde houding. Dus we willen graag dat studenten aan het eind van de opleiding een nieuwsgierige houding hebben ontwikkeld, een creatieve houding en een houding waarbij ze dus goede vragen stellen aan zichzelf, cognitieve vragen stellen, met uiteindelijk het doel dat de studenten in staat zijn, als ze ergens tegenaan lopen, een fenomeen, dat ze dat ook weten op te lossen. Dat ze daar ook handen en voeten aan weten te geven. Dus ze komen iets tegen, oké, ik moet nieuwsgierig zijn of ik wil graag nieuwsgierig zijn. Wat maakt mij nieuwsgierig? Welke vragen stel ik daarover? En hoe ga ik dat oplossen? Dus dat ze creatief zijn. En uiteindelijk moeten ze ook leren dat ook samen te doen. Dus dat je dat niet alleen oplost, maar dat je dat samen oplost, dat probleem. Het mooie van dat die domeinoverstijgende competenties heel toepasbaar zijn bij wetenschap en techniek, is dat het negatieve effect van wetenschap en techniek een beetje wegneemt. We lopen de laatste jaren heel erg tegen, ja, maar techniek, dat is niet mijn ding, dus ik doe daar niks aan. Of ik vind dat niet leuk. Terwijl eigenlijk we wetenschap en techniek heel goed kunnen gebruiken, hè, kunnen inzetten om die domeinoverstijgende competenties te bereiken. De vakken lezen, schrijven, rekenen zitten helemaal vol. Hè. Daar kunnen we, er zit heel weinig ruimte meer in. De leerkrachten moeten heel veel bereiken met hun kinderen. En bij die andere vakken, daar weten ze nog niet zo goed invulling aan te geven. En dan is dit systeem van die domeinoverstijgende competenties, het stappenplan om dat te bereiken, geeft een oplossing voor hoe gaan we dat dan doen? Hoe kunnen we heel mooi invulling geven aan wetenschap en techniek of aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs? He, want daar lopen ook heel veel scholen tegenaan. Hoe doen we dat nou?